Meestal praten we coronazaken in deze rubriek van de Flevolander in het buitenland. Maar oud-Emmeloordse Eline Milna zit in de Amerikaanse staat Californië. En die staat is de laatste tijd in het nieuws vanwege droogte en hitte. Dus, Eline, goeiedag. Ben je veilig? Ja hoor, nu wel. Oké, hoe ver zit je van de hitte vandaan en van de eventuele bosbranden? Ik zit vrij dicht bij de kust, dus de hitte valt op zich mee hier vergeleken met de rest van de staat. Bosbranden vallen hier ook wel mee. Ik bedoel, ik kijk hier naar buiten en het ziet er wel smoky uit. Ja. Maar het valt hier nog mee, maar dat is vaak in augustus dat het echt rondom LA voornamelijk de branden komen. Ja, want niet iedereen heeft er een camera bij, vooral de radioluisteraars. Kun je beschrijven wat je ziet in de lucht als je naar buiten kijkt? Ik kan hier ik zou zeggen 50% zien van wat ik normaal kan zien. Als het echt, zeg maar, als ik veel verder en naar het uitzicht kijk. Dus je ziet inderdaad wel dat er wel echt rook of smog is. Want je hebt natuurlijk ook city smog. Ja. Dus ik weet niet precies wat dit nou is. Maar dit is op zich wel vrij normaal voor de zomers. Maar in de rest van de staat is het natuurlijk wel een stuk heftiger dan normaal. Ja. Ja, eigenlijk raar dat het normaal is. Maar goed, laten we even kijken naar de temperatuur. Je zei, ik zit aan de kust. Maar wat zijn de middagtemperaturen? In Celsius? Moet ik even nadenken. Ik ben eigenlijk al hier. ik denk tegen de eind 20, begin 30. Oh, dat valt dus nog mee. Maar hoe ver is die hitte dan bij jou vandaan? Ja. Want we horen van Canada en ook deels in Californië. Ja, als je hier denk ik een uurtje meer naar het binnenland in rijdt, dat je dan wel echt een stuk hogere temperatuur hebt. Oké, dus jij mazzelt. Ja, precies. Ja, voordeel van de kust. Mooi zo. Ja, dat is voordeel van de kust. Zeg, ik kondig je aan met Eline Milnaar, maar dat was omdat ik die nieuwe naam van je vergeten was, omdat je pas getrouwd was. Vind je het erg dat ik je zo heb aangekondigd of moet ik het even overnieuw doen? Nee hoor, helemaal prima. Oké. Hoe is het verder? Ja, goed. Ik heb net 3,5 weken geleden heb ik corona gehad. Echt vlak voordat we onze vaccinatie zouden gaan doen. Dus ik ben echt 2 weken heel goed ziek geweest. Maar nu ben ik er gelukkig weer bovenop. Maar dat was echt een best wel heftige 2 weken even. Kun je nog terughalen waar en hoe je het hebt opgelopen? Nee, ik zou het echt niet weten. Ik ben heel voorzichtig verder. En ik had een vriendin opgezocht, maar die heeft het gehad. Dus ik kan het niet van haar gekregen hebben. Dus ik weet het niet. En je man, had die het ook? Ja, die had het ook, maar die had zijn eerste shot al gehad. Dus hij heeft dat een stuk minder heftig gehad dan ik. Die kon een paar dagen niet uit bed komen, maar ik kon echt 2 weken echt gewoon echt niks doen. En nu? Ben je nog een beetje slapjes of gaat het alweer? Ja, ik ben nog steeds wel heel erg moe. Ik heb best wel veel gewicht verloren, wat voor mij echt altijd vervelend is. Ik weet dat andere mensen daarom staan te springen, maar voor mij betekent het gewoon heel weinig energie. En ik merk dat ik nog steeds, zeg maar aan mijn stem merk ik gewoon dat ik nog steeds heel verkouden klink eigenlijk. Okay. Je hebt die eerste shot gehad. Ik ken mensen die zijn ziek geweest, die hebben een shot gehad en die knapten daardoor op. Had jij dat ook? Ik heb mijn shot nog niet gehad. Mijn man heeft zijn eerste shot gehad. Ik wacht een beetje. Maar ik denk wel dat hij inderdaad wel daardoor beter doorvoelde. Ik weet niet of hij echt sneller herstelde, maar hij in ieder geval minder ziek wel. Ja. Zijn er nu toch over corona hebben? Zijn er nog maatregelen in de staat Californië of is het allemaal vrijheid, blijheid? Het is vrijheid, blijheid voor het meeste. De meeste businesses die zeggen nog wel van hey, als je niet gevaccineerd bent, moet je mondkapje op. Wat natuurlijk normaal is. Maar de rest van de stad, je ziet dat er gewoon meer events zal komen en feestjes en festivals en al dat. Maar dan moet je wel natuurlijk kunnen laten zien dat je gevaccineerd bent. Okay. Gaat dat bij jullie ook met je telefoon en een QR-ding? Soms wel. En soms willen ze echt, zeg maar, gewoon het pdf'je zien. Maar dat kun je natuurlijk ook op je telefoon doen. Dus je hoeft geen papier met je mee te of een paspoortje of iets in die richting mee te nemen. Okay. En wat betekent het voor je werk? Heb je dat alweer een beetje opgepakt? Ja, buiten het feit dat ik natuurlijk 2 weken lang uit de running was, ben ik verder. Ik ben aan het werk en ik ben sinds kort ook weer terug naar school gegaan. Want omdat nu alles online is, nog steeds, is het eigenlijk zoveel makkelijker voor mij om dat te combineren met mijn werk. Dus ik ben nu allebei aan het doen. Gewoon, ja, dat is wat dat betreft het voordeel van dat gewoon zowel werk als school nu veel meer remote kan. Dat ik het beter kan combineren in mijn schema. Welke studie heb je weer opgepakt dan? Ik heb een studie in journalistiek afgerond en ik ga nu weer de business kant op. Zodat ik ook echt
de meer de marketingkant daarmee verder kan uitbouwen. Oké, okay. Nou, drukke tijden dus voor jou. En studie, en een beetje herstellen nog, en weer aan het werk. En oppassen voor die hoge temperatuur en die branden. Ja, ga ik doen. Oké, okay, dan wil ik volgende keer weer net zo veilig met je beeld bellen. Graag tot de volgende keer en bedankt voor deze keer.